Mensen proberen met allerlei technologie eigenlijk de natuur of onderdelen of elementen uit de natuur na te bootsen. En dat lukt gewoon nooit. Natuur is veel ingewikkelder en eigenlijk dat is echt de high-tech zoals wij high-tech eigenlijk zien. En ik zie allerlei aspecten in de natuur, de letterlijke vertaling van waar wij als mens ook naar streven. Dat het eigenlijk niet uitmaakt waar de dingen vandaan komen, uit de natuur of uit de techniek, maar alles is een evolutie van elkaar. De dingen komen op een bepaalde manier altijd samen, omdat ja, dat is de wereld waar we in leven. En we willen ook laten zien dat juist tegenovergestelde dingen of tegenovergestelde mensen in dat opzicht, als je dat probeert tot een ding te brengen, kan het juist harmonie opleveren. Wij vertellen eigenlijk ons verhaal of het werk wat we maken, vertellen we door objecten. En die objecten die moeten een bepaalde emotie opwekken bij mensen, ook bij onszelf. Anders vinden we het niet interessant. En eigenlijk hebben we ontdekt dat we om die emotie in dat werk te krijgen, je het werk moet animeren. Eigenlijk zoals je ook een karakter animeert. En op zo'n manier dat je op een gegeven moment een gevoel krijgt voor dat werk. Ik probeer eigenlijk mijn kinderlijke fascinaties, probeer ik ook daarin vast te houden. Want ik weet dat die gedachten zijn het puurst. Science fiction is een hele grote inspiratiebron voor me. Maar dat is niet zozeer de lasers en de ruimteschepen, maar meer ook de samenlevingsvormen van hoe gaan mensen in de toekomst met elkaar om. Of in een ver verleden of een ander universum. Franchise Freedom is een werk wat we gemaakt hebben met 300 drones. Wat zwermt als een groep vogels. In dit werk wordt heel erg de vraag gesteld van wat is nou vrijheid? Hoe passen we ons aan als individu naar de groep om ons vrijheidsbeeld na te streven? Hoe ver gaan we daarin? Het zwermgedrag heeft te maken met het zelfverdedigen van de individu. Dus het gebruik maken van de groep om als individu te beschermen. Als je echt naar de wiskunde achter een zwerm gaat kijken, dan kom je erachter dat het helemaal dichtgespijkerd is met allerlei regelgeving onderling. En dat gebeurt dus eigenlijk ook in onze samenleving. Als je kijkt naar hoe mensen zich gedragen ten opzichte van een groep. We passen ons eindeloos aan om naar een soort van illusie van vrijheid te leven. En dat is ook dus de opoffering die je maakt om vrij te zijn, om te kunnen leven. Maar je bent niet vrij omdat je aan die regels moet voldoen. Want als je dan echt vrij gaat, ja, dan word je opgegeten. Op het moment dat de paardenbloemen uitgebloeid zijn en de pluisjes opengaan, gaan wij elk jaar paardenbloempluisjes plukken. En dan plakken wij die pluisjes op letjes. Het steeltje van die paardenbloem heeft een gelijke grootte van een letje. Dus dat past eigenlijk perfect. Dat kan je zo voor elkaar inwisselen. En die paardenbloemen die gaan dus licht geven in een driedimensionale printplaat. En de plaat is ook weer weg. Dus het is eigenlijk alleen maar de print. En dat element kan je verbinden met het volgende gelijke element en het volgende. En eigenlijk kan je daar hele installaties mee bouwen. Een soort van eindeloze woekering. Wat eigenlijk de ontdekking was bij Fragile Future was dat ja, die natuurlijke zaadjes zo goed aansluiten op de elektronica dat het in één keer niet meer twee totaal verschillende werelden leken. Dus eigenlijk iets wat ik voorheen zag als soort van technologie, als vijand van de natuur. Dat loste daar helemaal op en kwam daar een soort van in balans. En daar gaat eigenlijk Fragile Future over. Lonneke is echt een van de meest bijzondere mensen die ik ooit ontmoet heb. Dat was vanaf de eerste dag dat ik haar ontmoette, was het al duidelijk. Haar ideeën gaan eigenlijk alle kanten op, maar gek genoeg wel gestructureerd. Wij hadden altijd, als wij met een groep mensen waren bij elkaar, dan waar we eigenlijk alleen maar met elkaar aan praten. We waren echt helemaal, wij zogen elkaar echt helemaal op. Ja, daarom vind ik ook het heel belangrijk wat zij vindt van mijn gedachten. Omdat ik daar een soort van mijn ideeën aan toets. Van zijn ze goed of zijn ze, klopt het wat ik denk? Je hebt echt wel verschillende Ralfen. Ja. Dat is wel. Je hebt Ralf die heel relaxed is. Dat vind ik de leukste Ralf. En heel vrijdenkend. Nooit. Grenzen zien. Altijd de grenzen oprekken of er overheen gaan of er echt mijlenver overheen gaan en daar ook geen rekening mee houden, maar rotsvast vertrouwen hebben dat we dat op een of andere manier toch wel voor elkaar moeten krijgen. En dat is een hele heftige energie die ook heel erg krachtig is en ook heel veel voor elkaar kan krijgen.
Wij zijn totaal andere mensen. Maar daarin vullen we elkaar juist aan. Maar soms werkt dat ook weer heel erg afstotend van elkaar. Omdat je juist je eigen gedachten wil hebben. Of, je zoekt naar iets in die andere persoon wat er gewoon niet is. Ja, dat is een continu gevecht tussen ons. Maar wel, ik denk, een belangrijke. Je wil geen compromis sluiten. Ik wil geen compromis sluiten. En Ralf wil geen compromis sluiten. Dus dan moet er altijd een andere oplossing gevonden worden waar we wel allebei 100% mee eens zijn. En dat is af en toe wel frustrerend, maar we komen er wel altijd uit. Waar wij elkaar vinden, dat is het werk. Dat is uiteindelijk het resultaat van wat we maken. En dan is het goed. Ralf en Lonneke zijn opgeleid aan de Design Academy in Eindhoven. Dus ze zijn echt begonnen in het vormgevingsgebied, zou je kunnen zeggen. Ze zijn een duo wat een heel interdisciplinair werk heeft. Zowel performance heeft ermee te maken als beeldende kunst. Ze komen zelf uit de vormgeving. En al die aspecten zijn eigenlijk van oudsher heel belangrijk in het Stedelijk Museum. Je ziet bijvoorbeeld in de Fragile Future, die Lonneke al op de Design Academy heeft ontwikkeld, dat aanvankelijk vrij kleine lichtinstallatie, soms zelfs een soort lamp was, maar dat zich dat nu ook helemaal heeft ontwikkeld tot ruimtevullende installaties. Wat ik heel interessant aan hun werk vind, is dat ze installaties maken die een enorme impact op het publiek hebben. Maar het gaat niet zozeer om die impact zelf. Het gaat er eigenlijk om dat doordat die installaties impact hebben op iemand, mensen echt erbij stil blijven staan en ook gaan nadenken over allerlei achterliggende thema's. En daarom vind ik hun werk ook echt passen in een museum. Ja, wat ik heel erg interessant vind is het eindeloze vermogen van de mensen om zich aan te passen en om vooruit te komen. Er zit zo'n drive in ons om altijd maar beter en beter en beter. En het zit ook in de natuur. De natuur verbetert zich ook constant. Dat is gewoon de evolutie. En het werk in 20 Steps, dat gaat heel erg over dat dromen om te kunnen vliegen. Hoe gaan wij daar om als mens? Hoe gaan wij dan proberen te analyseren hoe we dat kunnen bereiken? Dat gaan we dan helemaal opdelen in stappen. En dat is eigenlijk in 20 Steps is een soort van heel erg abstracte manier van, oké, dus vliegen gaat zo. Dat is onze interpretatie als mens van wat vliegen is. Wat heel erg eigentijds is aan het werk van Studio Drift, is dat ze zich helemaal niets aantrekken van grenzen tussen disciplines, ook geen daadwerkelijke grenzen tussen landen. Dat is natuurlijk al veel langer aan de gang. Maar vooral dat interdisciplinaire is denk ik heel belangrijk. Het is een eer om in het Stedelijk te staan. Het is natuurlijk niet zomaar iets wat je gebeurt, weet je wel. Het is ook niet wat iedereen mee mag maken om op zo'n platform jezelf te kunnen uitdrukken. Dat is gewoon een droom. Nou, het is zeker zo dat we al best wel veel hele leuke projecten over de hele wereld gedaan hebben. En toch op een of andere manier wil je dan ook dat aan Nederland laten zien. En in Amsterdam en waar al je vrienden kunnen komen kijken. En ja, ik vind dat wel een hele grote eer. Ik denk dat Studio Drift tot een van de belangrijkste kunstenaarsgroepen gaat behoren van de toekomst. En ze zijn al 10 jaar met heel interessante werken bezig. De meeste werken zijn nog nooit getoond in Nederland en al helemaal niet zo bij elkaar. Dus ik denk dat iedereen daarom moet komen kijken.